Omroep Zuidwest. Reportage. Je bent de oprichter van De stemvereniging, ja, dat klopt. En ik heb 25 jaar in bestuur gezeten. En nu staan we aan de zijkant de spullen te bekijken. Toch een hele vreemde gewaarwording. Niet meehelpen, niks doen, maar dat is toch vreemd. Maar goed, eens moet een punt gezet worden. U heeft het opgericht? Ik heb hem mede opgericht, ja. Hoe zijn u tot het idee gekomen, tot een stem? Heel veel bier. en dan komt er een geintje, we kunnen dat wel eens doen. Dan gaan we los. En we zijn toen met 13 maanden begonnen. En na die 13 maanden is dit groot feest nu gekomen. Dus, ja. Dat is nu 31 jaar terug. 32 jaar terug, want MKZ zat er nog een keer tussenin. Ja. Dus, toen waren we nog jong kerels. Jongen onder de honden. Nou zo weer. En u, wat heeft u allemaal gedaan voor de stemmo? Nou, ik heb hier en daar een beetje geholpen, zo links en rechts. Hier en daar dus. Ex-voorzitter, dus. Ik ben bijna 20 jaar voorzitter geweest. Dus, ook 25 jaar als mede-bestuurslid. Dus wat dat betreft, dan hebben wij ons pad wel schoongeveegd. Wat doet u allemaal op zo'n avond? Wat doe ik allemaal? Ik ben bestuurslid van de Bolzware Stemvereniging en we gaan straks weg. Dan ga ik eerst op Maandenzijl gaan we het verkeer regelen, samen met de politieagenten. En ondertussen maak ik zelf wat foto's en die komen later weer op de site van stephelfstede.nl. En onderweg gaan we gewoon verkeer regelen en zorgen dat de mensen veilig weer in Dokkum aankomen. En vanaf daar, dan moeten ze het zelf doen. Voor mij is dit nu de, ik denk van het 15e jaar dat ik meega. Ik ben heel plotseling in het bestuur gekomen, mijn broer zat erin, die is gestopt en ik ben erin gekomen. Dus mijn kinderen weten niks anders dan dat het steppen, pinksteren, ben ik niet aanspreekbaar voor hun. En nu gaan al mijn kinderen mee, één rijdt in de volgauto, mijn ene dochter zit bij mij in de auto en de andere zit bij mijn zoon in de auto die ook mee is. Dus ja, de hele familie en mijn man zit in de bezemwagen, dus die is ook mee.